Jamiro, 6 jaar, jij wordt als eerste door SIPCO op het wedstrijdformulier gezet, zei hij onlangs. Is dat een compliment voor jou? Ja, dat is op zich dan wel een compliment. Maar ik denk, morgen is dan de wedstrijd en ik denk dat, dat ik mezelf om moet laten zien. En, zoals elke week eigenlijk? Ja, gewoon zoals elke week. Want morgen Jan Jong is voor Utrecht. Wat weet je eigenlijk van die tegenstander? Dat het een ploeg is die met veel risico speelt. Het is een ploeg die veel durft, die gewoon durft te voetballen. En dat weet ik wel een beetje. Is het te vergelijken met Jong Ajax? Ja, kan je best wel zeggen eigenlijk. Jong Ajax speelde ook met veel risico's. Ook veel jonge spelers en dat heeft Utrecht ook, Jong Utrecht. Dus je verwacht wel een open wedstrijd? Ja, dat zeker. Ik verwacht wel een. Wij zijn ook een ploeg die graag voetballen en hun ook. Dus ik denk wel dat het een voetballende wedstrijd wordt morgen. En na de winterstop, denk je dan aan een vertrek al? Want er is veel interesse in jou. Denk je aan een vertrek of wil je hier graag nog blijven terug? Kijk, op zich denk ik niet aan een vertrek. Maar ik heb hier nog een contract. Ik heb het hier gewoon aan mijn zin. Maar als er een mooie aanbieding komt, wie weet, dat weet ik nog niet. Dus zover denk ik nog niet. Maar een andere club uit de Jupiler League hoeft niet aan te komen kloppen? Een andere club uit de Jupiler League hoeft dat niet, dat zeker niet. Laatste vraag, wat heb je eigenlijk gedaan met je haar? Ja, ik heb hem blondeerd. Ik dacht, ik doe even mee met de hype. Dus, Krijg je ook veel reacties van de jongens daarop? Ja, dat wel. Ze gingen me wel een beetje pesten. Dit, dat. Een paar grapjes gemaakt, maar staat me wel goed, toch? Ja, zeker. Hartstikke bedankt. Hè. Is goed.